Oh my god, mensen. Vandaag is zaterdag. Dus zeg, wepla. Goedemorgen, deismorgen. Mijn naam is Pepe Plu. Hoppa, nieuwe dag, nieuwe video hier op Razor Reel Film Festival. Ja, het is de derde dag. En ik moet eerlijk zeggen, het is de eerste keer dat ik zo'n filmfestival doe. Maar het is wel nog tamelijk zwaar eigenlijk. Het is eigenlijk constant films kijken. En zo zeggen, wat is er dan nu zwaar aan? Maar omdat je de hele tijd moet geconcentreerd zijn eigenlijk. Ja, het is niet de bedoeling dat je zit te slapen in de cinemazaal natuurlijk. En we zijn hier terug. Het is nu, bijna 15:15. Wacht, zie ik dat juist? Ja, bijna 15:15. 1 is nu en om 1:30 zijn er eerst. Wacht, ik ga nog een keer goed kijken dat ik het allemaal juist zeg. Om 13:30 is er een kortfilmblok. Dan in zaal 1 is er een lezing van The Exorcist. Dan om 19:00 is de Movie Matters podcast, waar ik zeker naar uitkijk. Dan om 20:00 is The Exorcist en dan om 22:15 is Birth Rebirth. Dus dat wordt hier weer een heftig namiddagje en avond. Maar we zijn hier en we gaan dat gewoon doen, hè, mensen. We gaan het gewoon doen. Dus, maar het wordt wel alles is een leuke. Ik denk dat het vandaag gaat een leuke worden. Dus we gaan dat gewoon doen. Let's go, yo! Voilà, zie mensen, dat juist hebben we dus allemaal kortfilms gezien. Het zijn echt sommige sublieme films ertussen, sommige zijn minder, sommige zijn wat meer. Maar ja, we gaan nu een keer luisteren naar een lezing over The Exorcist. Ik ben wel benieuwd wat er daar allemaal van vertaald wordt. En ik weet het, ik heb The Exorcist nog niet gezien. Het is erg, ik weet het. Maar normaal vanavond om 8:00 spelen ze hem. Maar ik weet niet of ik het ga halen, omdat ik ook nog naar die Movie Matters podcast wil gaan. Maar we gaan het wel zien. Maar we gaan ons dus al een keer beginnen met de lezing. Let's go. Voilà, die mensen. We hebben daar juist een lezing gezien van meneer Hoogenbos, die hier staat. Voilà. Het was super interessant. Ik heb dat juist al gezegd, Exorcist nog nooit gezien. Dus voor mij had het een volledige verrassing zijn. Ik heb er wel een Blu-ray. Maar wat ik mij nog afvraag, het was super interessant, maar wat ik mij dan bijvoorbeeld afvraag, omdat ik zelf een beetje van alles verzamel. Ja. Vraag me af, heb je dan ook een volledige Exorcist verzameling of zo? Ja, ik heb een aardig altaar heb ik ingericht voor die Exorcist met een gipsen afschietel van het gezicht van Reagan, met allemaal die littekentjes die ze in de film heeft en zo. Ja, allemaal verschillende uitgaven. Het boek natuurlijk, alle films. Ik heb hem zelfs nog op 8 mm heb ik de film nog. En allemaal poppetjes en meer. Heb je dan een volledige kamer apart of zo? Nou, nee, dat niet, want ik heb ook nog heel veel andere filmdingen. Maar ik heb wel een soort van altaartje waar ik al die Exorcist dingen op heb staan. Dat heb ik wel, ja. Interessant. Ja. En wat ik toch nog wou vragen, maar heb er niet willen over spreken tijdens de lezing, is waarom dat je de nieuwste eigenlijk, die nu in de cinema speelt, de Exorcist, waarom dat je eigenlijk deze totaal niet aanraadt? Ja, dat is eigenlijk omdat ik de originele film gewoon heel hoog heb zitten. Dit is gewoon een heel goed gemaakte film.
En wat ze eigenlijk in die nieuwe film doen, in Believer doen, vind ik eigenlijk dat ze de dingen bijhalen om de verkeerde reden. Dat die volledig ontspoort eigenlijk. Dat je op een gegeven moment zoiets in het verhaal ook hebt van, waar gaat dit eigenlijk over? Ja. En dat ik inderdaad, ja, wat ik in de lezing ook zei, weet je wel, dan heb je een Alan Burstyn, die heb je in de film zitten. Die, hè, de enige directe echte link naar de originele film, die in die originele film de moeder speelt, hè, van Regan McNeil. En dan denk ik dat er wordt eigenlijk verhaaltechnisch te weinig mee gedaan. Ik vind dat, kijk, en ik begrijp wel dat je een film maakt voor een nieuwe generatie en dat er heel veel met filmen met jumpscares is, mm-hmm. en dat was begin jaren 70 ook anders. Maar ja, ik vind als je de gelegenheid hebt, de mogelijkheid hebt, want hè, dat hebben ze productioneel gezien bij deze film wel, mm-hmm. dat ze het gewoon niet het optimale eruit halen. Dat ze gewoon het een beetje te grabbel gooien voor goedkope effecten. Ah, ja, okay. Dat vind ik jammer. Ja. Okay. En is het waar dat eigenlijk deze die nu in de cinema speelt, dat hij eigenlijk direct aansluit op de originele? Of? Ja, ja, ze laten eigenlijk het verhaal van die Exorcist 2, dat laten ze buiten beschouwing. Mm-hmm. En ja, ze proberen natuurlijk weer dat universe, zeg maar, wat met de eerste film is ontstaan, ja. proberen ze natuurlijk weer nieuw leven in te blazen. Want ja, het wordt een trilogie, dus er komen nog twee films. Ah. Dus die moeten dan in datzelfde universe moeten die eigenlijk spelen. Maar ja, weet je wel, dan krijg je toch een beetje hetzelfde wat er ook met die Halloween films gebeurde. Weet je, allemaal verschillende verhaallijnen door elkaar dadelijk. En, ja, voor mij is het nog steeds maar eigenlijk in universe, en dat is wat ik ook in de lezing zei van dat voor William Peter Blatty met The Exorcist, The Ninth Configuration en The Exorcist 3, ja, of Legion. Okay. En dan is het ook klaar, okay, vind ik. Ik heb nog één vraagje, en dat vraag ik eigenlijk altijd. Als je nu vanavond of zo naar de cinema zou gaan of bij jou thuis naar de film zou kijken, wat is uw favoriete snack om te eten? Ik denk kaas. Kaas? Ja, kaasblokje. Kaas. Ja, ja, ik ben een Nederlander, ik ben een kaasblokje. Ah, oké. Okay. Ah, ja, ja. Kaas met een beetje mosterd? Met een beetje mosterd. Ah, ja. Even te denken? Ja, dan een alcoholvrij biertje. Dat ah ja, ik ook niet. Ik ben nu 1 jaar en 1 maand dat ik geen alcohol meer drink. Dus, maar ik kan iets langer, dat bevalt heel goed. Ah, okay. Want je bent namelijk helder van geest, dan kun je meer films kijken. Dat is ook waar. Ja. Voilà, bedankt voor het mini-interviewtje. Ja, en ik moet nog een keer zeggen, het was super interessant. En ik kijk uit naar de film The Exorcist. We gaan vanavond elkaar nog eens spreken. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Dank u wel. Doei. Ja. Voilà mensen, nou, we zijn hier samen hier met de gasten van de Movie Matter podcast. Had nog wat meer moeten Poelie moet niet kijken. Doe maar op. Ja. Poelie, ja, hey, kom. Voilà, kijk, ik kijk eens hier mijn foto mee, voilà ze. Allee. Hopla. Niet kopiëren, hè. Voilà ze. Handtekening. Ik heb echt slecht handtekeningen. Ik ook. Wow, laat jij het om ons zetten. Dit is gewoon een peer. Voilà. Voilà, jongen. Hopse. Hey. Val nog mee, van. Mogen verkopen op de beurs. Laat ons laten bedankt. Misschien binnenkort wel een keer kijken met een t-shirt of zo. Ja, dat zou echt de max zijn. Dat zou echt wel de max zijn. Zo handstuk is ook hard, laten maken, ook voor kleintjes. Ja, dat is waar. Alleen een keer ergens naartoe had kunnen op de lijn. Dat is waar. Die van Pippi Blue, hè. Ja, ja, voilà. Moet ik nu ook een handtekening geven? Mijn, maar we gaan zijn nooit meer kop. En een song gaat al blijven. Ja, ik heb nog een cadeautje mee voor ons. Dus ben ik benieuwd of dat je talent, ja of nee? Mannen, ja. Kijk, en ik heb niet. Het is verhulderd. Dus kies maar wat je hebt of niet hebt, weet ik veel. Ik heb alleen deze die. Ik ga die pakken dan. Ja, wacht, ik wil een van die twee linkse, dus kies maar. Ja, kijk, voilà. Ja, dan ga ik voor Jason Momoa. Had hij ze ook al gezien, Cam? X? Nee. Of moet ik op die nog Pippi Blue zeggen? Ah, ja, ja. Ja. Wat zei hij nu eigenlijk? Ik ga dat er moeten uitknippen, hè. Ja, ja. Dan moet je het zijn speciale edities. Ah, ja, ja, ja. Hey, we zijn hier ook op een speciale dag, hè. Misschien wel interessant voor en kijk, hier op de zijkant staat erop. Kijk. Ah, kijk. Ik had dat eigenlijk nog maar gisteren gezien, dat erop stond. Dat is ideaal. Razor Ripple. Oh ja. Oh ja. En, goed? Ja, top. Allee. Top. Pippi Blue. It's good for you. Als je biedt zitten we in een witte kabinet, hè. Ja. Is dat er al een busje? Ja. Ja, kijk hem. Ja, ze doen ze al lopen. Ze doen ze al lopen. Merci. Ja, allee, graag gedaan. Een gift moeten teruggeven. Ja. Oh, dat is niet nodig. Maar de collega's heeft toch iets gegeven, hè? Ja, ik moest erover betalen. Ja, ik moest er eigenlijk wel voor. Ja, het er al een keer. Hulde moet ook niet geven. Volgende keer.
keer ook eens een prospectje. Mag ik ken je wel als je je weet dat de punten niet naar vandaan gaan zijn. Nee, wat gaan we doen vandaag? We hadden gepost bij de mensen van Israël of dat er een overkoepelend thema